De druk op premier Rutte is groot. Niet alleen in ons land is ons land verwikkeld in een diepe crisis. Ook raakt zijn partij kroonprins Klaas Dijkhoff na de verkiezingen kwijt. Hij heeft aangekondigd te stoppen. Dijkhoff maakte zijn vertrek dus vrijdag bekend. Hoe is dit gevallen in VVD-kringen? Nou, voor een deel van de VVD-kringen was het al wel bekend. Er waren mensen die het al wel wisten, een tijdje lang al. En sommigen al wel veel langer. Hij heeft het al 2 jaar geleden beslist, zegt hij zelf. Ja. En een jaar geleden tegen Mark Rutte verteld. Dus die wist het sowieso al een jaar. Hoe is het gevallen? Ik bedoel, hij heeft dat kroonprinschap heeft hij een tijd lang nog vastgehouden, omdat hij dacht, anders moet iemand anders kroonprins worden. En het is helemaal geen prettige positie. Waarom is dit geen prettige positie? Omdat Mark Rutte niet weggaat. Dus je bent de gedoodverfde opvolger van iemand die niet weggaat. Dat is verschrikkelijk. Ja. Dus dat moet je ook helemaal niet willen zijn. Ik denk ook, maar goed, dat is nog wel een beetje speculatief. Ik denk dat er geen nieuwe kroonprins komt voorlopig. En dat zou ook maar goed zijn ook, als dat zo zou zijn. Want kroonprins, inderdaad, die hele functie. Hoe kom je eraan? Dat is door... Nee, maar hij is fractievoorzitter. Maar daar moet weer een opvolger voor komen, ja, toch? Maar dat kan een fractievoorzitter zijn waarvan je zeker weet dat hij toch niet Mark Rutte gaat opvolgen. Ik noem Mark Harbers bijvoorbeeld. Die zou het kunnen worden. Fractievoorzitter. Dan weet iedereen, dat wordt niet de opvolger van Mark Rutte. Dan heeft dus iemand in de fractie de tijd om zich rustig voor te bereiden op de functie van straks lijsttrekker na de volgende verkiezingen, dus over 4 jaar. Dat zou de beste oplossing zijn. Ja, maar een tussenpauze, zeg maar. Oh ja, net zoals bij het CDA. Je zou ook kunnen denken, als Klaas Dijkhoff het al 2 jaar wist, waarom is hij dus niet met dat proces al begonnen? Dan had hij toch nu ook een opvolger Wij weten helemaal niet of dat niet zo is. Maar die opvolger hoeft niet klaar te staan nu, want Mark Rutte gaat nog 4 jaar door. Toch heeft hij dat nog steeds niet aangekondigd. Ja, dat is campagnetechnisch heel verstandig. Dat moet je zo laat mogelijk doen. Dat doe je zo laat mogelijk, omdat dat weer een enorme publiciteit teweeg gaat brengen. Op het moment dat hij het officieel gaat zeggen, komt er weer heel veel publiciteit. Gaan jullie weer iedereen uitnodigen om daar iets van te vinden. Nou, ik hoop al je collega's niet, want we ook, weten dit dus al. Al je collega's ook. Ga je dat ook doen? Dus het geeft enorme publiciteit. Dat doe je zo laat mogelijk. Dat doe je zo kort mogelijk voor de verkiezingen. Want dat heeft weer extra positief effect op het electoraat. Dus zo doe je dat. Dat is campagnetechnisch heel verstandig. En wij lopen er allemaal maar in mee. Ja, wat vindt u als... Als zeg maar iemand die er buiten staat, buiten de politiek en de mediawereld, redelijk? Ik had de indruk dat hij wel graag had gewild, Klaas Dijkhoff. En ik had de indruk dat hij wel had gehoopt dat Rutte op een gegeven moment zou stoppen. En ik heb de indruk dat we kijken naar een man die toch nu een beetje denkt, ja, dan moet ik iets anders gaan doen. Dat voelt toch een beetje sneu. Dat is het gevoel wat het mij geeft. Toch zegt hij zelf dat hij er zin in heeft om verder te kijken dan de politiek. Geloof jij dat? Ja, jij gelooft het natuurlijk. Ik ben het niet met dit verhaal. Nee. Ik ken Klaas goed. Nee. Okay. Klaas Dijkhoff die heeft nu een tijtje aan die macht mogen ruiken. Hij is staatssecretaris geweest, kort minister geweest, fractievoorzitter geweest. Hij weet nu wat het is. En hij denkt, nou, er zijn leukere dingen in de wereld. En dat gaat hij dus nu doen. Ja, hij heeft 10 jaar in de politiek rondgelopen. Dat heeft hij 10 jaar met plezier gedaan, hoor. Dat is het niet. Maar hij gaat nu iets anders doen. Enig idee wat hij gaat doen? Nee, niemand. Nee, ik denk dat hij het zelf nog niet eens weet. Nou, als we toch even over die mogelijke opvolgers hebben. Ook al zeg jij, ze zouden beter geen kroonprins of... Ja, kan beter geen namen noemen ook. Nee. Nou ja, er worden natuurlijk wel namen genoemd. Bijvoorbeeld Bente Becker, Sophie Hermans, ja, Mark Harbers. Ja, hoor. Kijk, Mark Harbers wel. Mark Harbers, dat noemde ik zelf ook, hè, als fractievoorzitter. Maar zeker niet als kroonprins. En dat is ook het prettigste positie. Dan is hij 4 jaar fractievoorzitter. Uit die 4 jaar die fractie. Maar weet iedereen zeker, dat is niet de opvolger van Mark Rutte. Nee. Maar goed, dan blijft dus alles, blijft er één man. Het is ook een soort van één man die helemaal zo boven aan de keten staat en waar verder niks in de buurt komt. Dat zeker, lijkt me ook alweer ergens gevaarlijk. Dat is een enorm risico. Nee, dat is waar. Dat is wel een risico. Want hij kan ook gezondheidsproblemen krijgen of iets dergelijks. Niemand hoopt dat, maar dat kan wel. En als hij door wat voor reden dan ook weg zou vallen, heeft de VVD een probleem. Daar ben ik het volledig mee eens. Dat is waar. Maar ik kan me ook voorstellen dat het juist voor een partij ook fijn is om weet ik veel, het met meerdere mensen te doen. Dat het niet één iemand is waar de rest dus allemaal misschien een beetje in de schaduw staat. Ja, maar dat is nou eenmaal de consequentie van zo iemand. Als je de premier levert, dat geldt voor alle politieke partijen die de premier leveren. Op dat moment is dat degene waar het om gaat en niemand anders. Nee. En ja, in die situatie zitten wij nu. En ik denk inderdaad dat als Mark Rutte wegvalt, wanneer dan ook, hè, wanneer die ook of vrijwillig stopt of wat dan ook, dat de VVD dan een probleem heeft. Dat staat wel vast. Kunnen ze er beter maar alvast over nadenken? Ja, hij heeft zelf gezegd dat hij de rest van zijn leven wil blijven doen. Dus ja.
Waar in de kranten veel over gespeculeerd wordt, is dat wat er nou gebeurt met de vernieuwende waarde, vernieuwende mogelijkheid binnen de partij. Dus volgens politieke kenners was Klaas Dijkhoff echt iemand die zorgde voor een nieuwe visie. Die heeft ook discussiestukken gelanceerd en stukken over het liberalisme. Is er iemand die die taak van hem overneemt nu? Ja, ik zou niet nu iemand willen durven aanwijzen zelfs wie dat zou gaan doen. Maar dat het gaat gebeuren, geloof ik wel. Want hij heeft ook wel die cultuur inmiddels, zeker in de fractie en ook in delen van de partij, wel op gang gebracht. Dus ja, dat geloof ik wel dat dat door zal gaan. Okay. Maar hoe precies, ja, dat is moeilijk te zeggen. Nou ja, Rutte heeft in ieder geval binnen zijn partij misschien een klus te klaren. Ja, Nou, eigenlijk niet. Nee. Gewoon meneer premier blijven. Ja, en verder ja. Maar ondertussen... Klaas Dijkhoff blijft tot de verkiezingen, hè? Nog even voor de duidelijkheid. Ja. Dus tot die tijd is er sowieso geen probleem. Nee, er moeten in ieder geval wel dingen geregeld worden voor daarna. Maar goed, als ik jou zo hoor, dan zijn de oplossingen niet moeilijk.